Heb je daar al een naam voor? Nee, daar weet ik helaas nog geen naam voor. Geen naam van Bradley T.D. Ik zet expres de naam er even bij, want één van deze mensen wordt dus waarschijnlijk president van, toch? Ja. Hey kijkers van DDC! Wij gaan vandaag het over verkiezingen hebben. Ik heb er heel veel zin in. Ik ben hier samen met Kevin, met Streamer. Je hebt er ook heel veel zin in volgens mij. Zeker weten. Ja, totaal onverwachts. Dan denk ik, Kevin, we hebben je nu nodig. Want ja, Gio is er niet. Normaal gesproken, Gio is jouw soort van chef, de kamervoorzitter. Jij bent onderkamervoorzitter, vice-kamervoorzitter. Hoe noem je dat? Ja, klopt. Ondervoorzitter. Je bent de sergeant van de kamervoorzitters. Ik vervang Gio, als hij er niet is. Precies. Ook ziet ook al ondervoorzitter, is letterlijk je titel. Level 55! Ja. Oh my god, ik voel me echt heel erg noob nu. En ik kan nog naar 66. Goldcoin. Ja, oké. Hey, we gaan eventjes lekker naar de Tweede Kamer, want je zag het waarschijnlijk al aan de titel, jongens. We gaan het over de verkiezingen hebben. Er zullen nieuwe verkiezingen komen. Ik denk dat iedereen die DDC kijkt, die weet inmiddels wat er gebeurd is en wat ik gedaan heb. Ik heb mijn zetels opgegeven om uiteindelijk mijn eilandje te kunnen krijgen. Dat is allemaal gelukt. En nu blijkt dat er weer nieuwe verkiezingen nodig zijn, want er was veel meer aan de hand dan alleen maar mijn partij die klapte. Kun je daar iets over zeggen, Kevin? Want niemand weet er wat van. Nee. De reden daarvan is dat er... Nou, jij natuurlijk. We hebben een vermoeden dat jij... jouw partij is natuurlijk geklapt. Ja. Dat heb je zelf ook aangegeven. En we hebben een vermoeden. Er zijn geen bewijzen voor, maar we hadden een vermoeden dat jij iets met je zetels ging doen. Wat? Wat ging ik met mijn zetels doen dan? Ik heb iets gehoord van verkopen. Hoe kun je je zetels nou verkopen? Dat is mij ook een vraag. Dat is wel heel apart. Ja. En vervolgens heb ik ook nog een rechtszaak gehad. Dat heb ik helaas niet opgenomen, want het was een beetje abrupt allemaal. Maar een rechtszaak tegen, van Bad Boytje tegen de staat. En hij had het dan weer over dat Vatje volgens mij fraude had gepleegd met stemmenwerven en dergelijke. Nou, zelf weet ik dat Bram ook niet helemaal fair is geweest volgens mij met hoe hij zijn vliegtuigjes voor elkaar kreeg. Het was gewoon een gigantische bende. Ja, klopt. Het was een gigantische bende. En wie zijn schuld is dat, Kevin en Gio? Gaan we geen namen noemen natuurlijk. Jullie schuld. Jullie moeten dat controleren, toch? Nee, precies. Het is een beetje van alle kanten fout gegaan. Ik denk dat dat het ook is. Nou, maakt niet uit. Er gaat een grote reset komen. Ik doe zelf niet meer mee. Dat had ik al aangekondigd en daar hou ik ook bij. Maar is er al een beetje inzicht? Kom, laten we eens even naar de... Waar is die kamer met die zetels? Ja, volgens mij. Oké, want ik ben eigenlijk wel benieuwd. Is het al bekend hoeveel partijen mee gaan doen deze keer? Meer, minder, dezelfde, nieuwe? Het is redelijk hetzelfde. Maar er zijn ook een paar nieuwe partijen. Denk aan de partij van Bradley T.D. Okay. Denk aan de partij Forza Minetopia. Forza, dat klinkt wel vet. Ja, dat was eerst een slogan of zo. Ja. Nee, dat is de partij van Carver. Oké. Zijn die zetels er al afgehaald? Ja. Oh. Ja. Oh, waarom? Ik had er zoveel. Ze waren zo mooi. Nee, tuurlijk. Maar gelijk toen we hebben besloten dat de herverkiezingen kwamen, hebben we gezegd van, dan moeten we het ook een beetje neutraal houden. Precies. Oké, wat ik even ga doen, ik ga even met science werken, ik haal ze straks wel weer weg. Want even ook voor de mensen thuis, we willen uiteraard dat jullie allemaal massaal gaan stemmen straks weer. Maar waarop? Even van de huidige partijen, doet Bart Mand mee met de VVV? Ja, dat is die doet mee. De VVV van Bart Mand. Is dat 98, 93, wat is het? 38. 38, hoor mij. Zo. Doet Vatje weer mee met zijn liberaal? Niet zeker. Niet zeker, oké. Nee. Dat doen we liberaal van Vatje. Misschien. Oké. Dan had je het over... je had al een inschrijving, wie is dat? Ja, dat is Eerlijk Maintopia. Eerlijk MT. En die is van Royalit? Even kijken, van Roy Power. Oh, Roy Power, sorry. Roy Power. Zo. Welke zijn nog meer redelijk confirmed waarvan je weet die gaan meedoen? Forza, van wie is dat? Ja, Forza. Als het goed is, van Carver. Carver, oké. En wie nog meer? En Bradley T.D. Oké, weet je daar al een naam voor? Nee, daar weet ik helaas nog geen naam voor. Geen naam van Bradley T.D. Ik zet expres de namen er even bij, want één van deze mensen wordt dus waarschijnlijk president dan, toch? Ja. Ah, oké. Als er uiteraard niet meer inschrijvingen komen. Wacht, Bram. PVDM, toch? Die doet toch mee? Neem ik aan. Weten we ook nog niet zeker. Oké, wat de hel. Oké, PVDM van Bad Boytje. En dan zet ik er ook even misschien bij. Dat is wel vet. We hebben wel weer een leuke scala aan partijen zo, toch dan? Ja, zeker. Het is weer eens wat anders. Ja. Is er al een datum bekend? En het gaat waarschijnlijk lang duren, dus kijkers, zet het even in je agenda of in je mobiel. Maar is er al iets van een datum bekend hiervoor, Kevin? Ja. Daadwerkelijk de tweede stemming gaat zijn. Ja, je hebt tot 10 juni heb je de mogelijkheid om je in te schrijven. Ja, voor de partijen. Maar wanneer gaan kunnen de kijkers, wanneer kunnen ze stemmen? 23 en 24 juni. 23 en 24. Dan ben ik net op vakantie. Dan kan ik het nog volgen. Vet. Oké, dat duurt nog wel even dus. Een 3-4 weken wel. Dus genoeg tijd om allerlei debatten te volgen. Gaan die ook nog komen? Ja. Okay. Op 12 juni, 15 juni en 19 juni. Oké, 3 debatten. Ik vind het helemaal cool. Wat hopen we deze keer te verbeteren dan? Als je tenminste een beetje over je functie wil praten. Want het ging natuurlijk vorige keer niet zo goed. Je gaf mij de schuld van dat ik mijn zetels wel verkopen, maar ja, heb ik niet gedaan natuurlijk. Ik zou het nooit doen, dat soort dingen. Vervolgens heb je het over fraude met stemmen bij Vatje. We hebben Bram die een slechte verliezer leek te zijn, want als hij de grootste was had hij het goed gevonden, maar nou in één keer niet. Hoe gaan we dit zorgen dat het beter gaat, Kevin? Sowieso zijn we nu druk bezig achter de schermen om alles goed op rolletjes te laten lopen. Ja. Dus we hebben een nieuw document gemaakt waarin al onze informatie staat. Nieuw wetboek ook natuurlijk volgen, toch? Natuurlijk een nieuw wetboek, inderdaad. Ja. Er zijn een aantal wetten veranderd. Zoals je misschien wel zag, we hebben een aantal nieuwe medewerkers. Ik ben nieuw. Info. We hebben Smiley Gio, Deze Woud, Streamer, Thomas, Leonie, Cookie, Kenu Kazakowski. Zo, die heb ik al lang niet gezien. Rubiera, en nog een keer Gio en Martijn. Ja, dat is een groter team, zeg maar. Ja, precies. Oké. En die gaat het allemaal fixen dan? Ja, zeker weten. Cool. Waar ga jij op stemmen? Hou ik liever geheim. Oh, ik niet hoor. Oké, wacht. Eens even kijken. Liberaal, VVV... Weet je wat ik ga doen? Ik ga eens iets heel raars doen. Ik weet dat hij de vorige verkiezingen niet eens meedeed vanwege ook iets vaags. Voor mij banners ophangen of wat niet mocht of zo. Eén ding, ik ga voor Carver, denk ik. Er zijn van deze mensen, kijk, Bart, sorry als jullie dat kijken zijn jongens hoor, maar Bart heeft het al een keer gedaan. Die heeft al een keer een kans gehad, zeg maar, right? Als president, zo zie ik het tenminste. Ja. Vatje had het binnen handbereik, maar heeft het eigenlijk een beetje gebloot de vorige keer. Dan hebben we Bradley. Ja, het was een hele goede kandidaat. En misschien dat ik het wel op hem ga stemmen als ik naar het debat luister hoor, maar ik ken hem gewoon niet zo goed nog eigenlijk, zeg maar. Dat is een beetje het ding. Roy Power komt ook een beetje uit deze sfeer, hè? Was jouw vorige functie volgens mij? Ja. Ja, dus ik weet het niet. Misschien volgend jaar, Roy. Voor de duidelijkheid, ik ga dus waarschijnlijk op Carver of op Bad Boytje stemmen. Denk ik. Eén van die twee. Want dat vind ik echt van die namen van... Ja, dat zijn ook gewoon presidenten, zeg maar. Toch? Ja, tuurlijk. Het zijn hele ervaren dus spelers. Jij gaat ook op ze stemmen? Nee, dat zeg ik niet. Shit, ik probeer het eruit te trekken, maar het wil helaas niet. Nou, het gaat er ook om, jongens, dat jullie voornamelijk goed naar de debatten luisteren. Die dus georganiseerd worden op welke data's? ga ik even kijken. 14, 19 en nog iets of zo, volgens mij. Ja, 12, 15 en 19. Oh, bijna goed. Op die debatten zorg dat je erbij bent, op Teamspeak en in-game natuurlijk kun je lekker luisteren, want ja... Het gaat er niet om wie de leukste skin heeft. Het gaat er niet om wie het meeste gratis voedsel op straat weggeeft of iets dergelijks. Het gaat letterlijk om de richting van de game. Ze zijn niet zo machtig als een projectleider die letterlijk kan zeggen we gaan wel of geen nieuwe stad doen. Maar ze kunnen wel heel erg dringend advies doen naar de projectleiders en naar de ministers en noem het allemaal op. Dus het is wel, laat ik zo zeggen, het is heel belangrijk hè streamer. Dat dit goed verloopt, dat we veel stemmen hebben. Ja, zeker. Oké. Nou, dus ik hoop ook dat jullie met een beetje logica denken. Niet gewoon, oh David stemt de Carver of Bram, dan doe ik het ook. Nee joh, helemaal niet eens doen. Zelf beslissen. En ik weet het, voor sommigen, jullie zijn heel erg jong. Jullie snappen politiek nog niet eens. Stem dan gewoon op iemand waar je vertrouwen in hebt. Dat werkt ook al heel erg goed. Luister naar het verhaal, als het enigszins goed klinkt, gewoon lekker doen. Ja, ik zou normaal gesproken zeggen, yo, geef me een rondleiding. Maar ik ken het hier al. Eigenlijk. Ik ben hier al een keer geweest. Ik weet precies hoe dit er allemaal uitziet. Dus die rondleiding... Ik sloeg niks kapot. Die rondleiding, dat hoeft natuurlijk niet wat mij betreft. Ik ga jou ook weer lekker aan je werk zetten. Ik hoop dat iedereen zich op tijd kan inschrijven. Je hebt geen last meer van mij in ieder geval, die de verkiezingen komt verstoren in één keer. Ik ga gewoon een stemmer worden en ik zorg dat ik de 24e was, hè? 23e. 23 en 24. 23 en 24, één van die twee dagen zorg ik in ieder geval dat ik mijn stemmetje ga doen. En ik hoop ook de kijkers thuis allemaal. Dit was ook de video, een update over de verkiezingen. Jullie weten de data's, wanneer het allemaal gaat komen. Dus ik hoop lekker dat jullie mee gaan doen. Mocht je er geen Minetopia spelen, dan zou ik dat zeker even aanraden. Want wij zitten op het punt om, ja, eigenlijk met deze verkiezingen begint het al een klein beetje, de richting van de game wel te gaan veranderen. Het is geen groot geheim dat er een internationale versie komt. Dus een paar extra steden met buitenlandse spelers. Waar je natuurlijk weer bij handel mee kan doen. We hebben het over een 3.0 waar, je merkt het al aan de pompstations en olie. Maar straks ga je het ook merken aan de graafvelden. Waarbij we alles naar de economie trekken. Als je altijd al getwijfeld hebt om Minetopia te spelen, is dit denk ik het moment om in te stappen. Dan heb je net even die 1, 2, 3 maanden voorbereidingstijd om wat op te bouwen. En dan bam, zit je er in één keer in. Kevin, heel erg bedankt voor het kijken. Kijken, meedoen bedoel ik. Kijkers natuurlijk heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet de like niet, abonneer en heel graag tot de volgende keer. Doeg!